De 48 sterkste leppers uit het land stien sneun op de batten in Burgum voor het NK 2018. De springers binnen uitnoegen op basis van een klassement van de beste sprongen van het seizoen. Dat waren er binnen 28 Hollanders en maar 20 Friezen. Het gaat uiteindelijk om 5 Nederlandse titels. Bij de famkes 3 Friezen en 5 Hollanders. Demi Grootherde is regerend Nederlands kampioen en begint sterk, 14-49. Regerend Friese kampioen Bente Vlas reageert met 3,80 meter. En ook Femke Rispus presteert prima. De lepster van Grip Tjerk zet 14-37 del en gaat als 2e naar de finale. Bij de categorie jongens ek 3 Friezen en 5 Hollanders. Timon de Haai neemt der brutaal de leiding met 1,82 meter. Maar dan komt 2-voudig kampioen Reinier Overbeek. Hij giert voor de hat-trick en liept oer de 9,31 meter. Rutger Haanstra van het Heidenskip komt in zijn laatste voorrondesprong naar 1,23 meter en wordt zo de enige Fries in de jongensfinale. Bij de vrouwen is het leek om. Fjouwer Friezen en Fjouwer Hollanders. Hiske Galema springt haar beste afstand van het seizoen. 15,38. De topfavoriet is Dimfie Baas van Rooyen. Zij liept voor dadelijks oer de 16 meter. 16 meter over. Sigrid Bokma bloeit in het spoor. Met 15 meter 61 klimt zij naar het 2e plak. Wendy Helmers liet het de boer te missen. Maar in haar laatste sprong leert zij Hiske Galema uit de finale met 15 meter en 60 centimeter. Dan de junioren. Ek der Fjouwer Friezen en Fjouwer Hollanders. De favoriet is regerend Nederlands kampioen Freek Kramer. Hij iepent met 18,37 meter. Chris Anker zorgt voor een grote verrassing. Terug namens de Hollanders der Oehinnen te liepen. 18 meter 79. Jarno Hoekstra pleeste hem op het allerlaatste moment van dit NK en klimt naar het 3e plakje, 1,86 meter. En dan komt het moment van Freek Kramer. Verline hier pakte hij de titel met een nieuwe PR. En nu vlingt hij naar een fantastisch nieuw Friese record van 20 meter 44. Categorie senioren. Van de 16 deelnemers komen er liefst 10 uit Holland. En dus maar 6 uit Friesland. En die Hollanders die ben op dreef. Mike Baks iepent met een nieuw persoonlijk record van 20,38 meter. Arne Galema begint echt goed.
Zijn 20 meter 20 zal uiteindelijk krek genoeg wezen voor de finale. Tevens Hopma neemt aanskiën op dit NK. Maar zonder finale, want zijn 19 meter 54 is net meer als een zonde plak. De topfavoriet is nationaal recordhouder Jacco de Groot uit Woerden. En hij zet voor dadelijks een topafstandel. 21 meter 19. Thomas van Midden belibbert ex zijn beste vierjaar moment. Hij klimt naar het twaalfde plak met een sterk nij PR van 20 meter 80. Dat is Thomas van Midden, was getekend met een prima 20 meter sprong. En de vierde Hollandse finalist wordt Erwin Timmerarens. Die giet als derde terug met 20 meter 62. En zo krijgen we 5 finales, maar in totaal 17 finalisten. 10 Hollanders en 10 Friezen. Die de Famkes giet de titel voor de 12e keer op Riege naar Demi Grootherde. Zij wint met 4,50 meter. De tweede keer dat ik hem heb gewonnen bij de meisjes in het laatste jaar. Dus de laatste kans om hem hierbij te winnen. Dat is zeker mooi. Dan de jongensfinale, met Ian Fries. Rutger Haastra liept een dik nijpersoonlijk record van 8,23 meter en pakt ze een prachtige zilveren medaille. Maar er is Ian Lieper van de boetencategorie. Al 2 Nederlandse titels had er in de boezen. Het Nederlands record stiet al op 9,81 meter. En hier schreeuwt Reinier Overbeek weer historie. Hij wordt de eerste jonge eer die het oer de 20 meter liept. 20 meter 30. Het shirt een fantastisch Nederlands record en de hat-trick is compleet. Hij pakt zijn derde nationale titel op Riege. Ik sprong 20-30, gelijk een Nederlands record. Dus, dat is nog nooit gebeurd bij de jongens. Dus wel mooi. Is er een mooiere manier om Nederlands kampioen te worden? Nou, ik denk niet dat er een mooiere manier is om, om je jongenscategorie af te sluiten. Dus als je 20 meter springt op een NK waar iedereen bij is in Friesland nog, nou dan sta je toch wel een stapje over. Dan de vrouwen. 2 Hollanders zien in je Fries in. Wendy Helmers begint als nummer 3 in die finale achter Sigrid Bokma en Dimfy van Rooyen. Maar ze liep naar het zilver. 15-92 is roem verder als de 15-61 van Bokma. Maar de koninginne wordt Dimfy baas van Rooyen. Maar 16 meter Alve. De INF-eerste afstand biedt de vrouwen op een NK. Zij pakt alweer haar 5e Nederlandse titel. Ik wil heel graag nog een Nederlands record springen. Eigenlijk, dat was eigenlijk mijn doel voor dit seizoen. En dat is dan niet gelukt, maar wel Nederlands kampioen geworden. Dus we gaan het zien volgend jaar. Bluwen er nog 12 finales oer. In de juniorenfinale 12 Friezen. En Jarno Hoekstra stiegt boppen hemzelf uit. Zijn PR stiet op 18,30, maar werd je verpulveren naar 9 meter 14. En hij pakt ermee zilver op dit NK. Freek Kramer wordt mij all-star kampioen. Prologeert zijn Nederlandse titel. En mij het takkenseizoen bij de topklassers zien litten. Ja, ik dacht heel even naar de skate, maar ik wil hem erop pakken. En dan zit bovenin en dan denk ik, ja, dit wordt een heel mooi. Maar met zit gevoel in Burgen. Want dat kan je heel vier. Dus toen weet je nou wacht in wat oudste dan weer. 20 meter 44. Een nieuw Friesk juniorenrecord. Ja, de hier keer is net, die net op rekenen. Ik dacht, ja, 20-20. Ja, ik wist wat het vierde weer is, 20 meter. Maar 20 44, dat is wel heel mooi. De finale bieden senioren met 4 Hollanders en maar 1 Fries.
Onnek allemaal, als eerste in actie. En hoe? De te kloppen aanstaan is 20 meter njontje van Jacco de Groot. Dus Galema had een nijpr nodig. En dat komt er. Met 21-40 zet Onnek allemaal de hele finale op een kop. En in één klap is hij de te kloppen man. Maar alle orenfjouwer finalisten meien nog twee keer springen. En dus moet Galema wachten als dit wel genoeg is. Baks, Timmer, Arends, Van Midden, alle keer komen ze te kwart. Maar wat doet Jacco de Groot? Hij zit weer dreigend in de stok en komt in de buurt van het baltje. 21-16, zijn tweede 21 meter, maar het is te min. Arne Galema maakt zelfs ook nog een keer. Maar komt boeten de sector. Hij stit nog heel tijd eerste. Alleenig Jacco de Groot kan Galema er nog afspringen in de allerlaatste finale sprong. En dat slag het net. Jacco de Groot wordt ontroond. Arne Galema is de nieuwe Nederlandse kampioen. Een PR op een NK. Mooi herkennen, hè? Nee, dat is ja, absoluut. Dat jouwt zijn titel zijn stik glans. Als de ja, vorige keer dat ik Nederlands kampioen weer ik een PR. Kwam ik waarom naar een titel aanwezig giet. Nou, dat weer 20-60 en nou je 20-40. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, ik ben echt heel grutskop en ja, dat ja, motiveert ik weer om ja, toch trots te gaan. En nog beter mijn best te doen. En ik weet zeker dat die 22 meter zit er in. Had ik me echt goed voorbereid in het seizoen. Dus daar ging ik voor. 2019 of 2020? Ja, dat weet ik nog net. Maar in de toekomst. Dus ik ging eigenlijk ervan uit, zo'n beetje NK Linschoten, dat Bart Helmut over me heen ging van dat gaat gebeuren. En, maar de hele wedstrijd was gaaf. Het ene Nederlands record en een Fries record. En ik moest nog afzetten tijdens het Fries record. En het publiek ging los. Dus er zat een bepaalde adrenaline. Ik denk, nou, gebeurt wat gebeurt. Ik ga het ook een Nederlands record spelen. Ik kan me niet schelen. Maar ja, dat is niet gelukt. En dan wint de beste. En dat is vandaag gewonnen. En ze gingen er in 2018 drie nationale titels naar Holland. Maar ook twee hele mooie naar Friesland.